En als we zelf zijn we hier vanavond op het Kunst- en Theatergala van 2023 in de regio Oost. Wat maken wij hier mee vanavond? Ja, wij zijn het Leger des Heils Oost. En wij zijn hier met onze deelnemers, getalenteerd, met een eigen talent. En die hebben ze hier vanavond op het podium laten zien. Spannend voor deze mensen. Vinden wij al spannend, hè? Maar zij ook zeker. En het zijn allemaal mensen met een verhaal. Mensen die een geschiedenis hebben, vaak met verslaving of GGZ, hè, dat ze psychisch moeilijk hebben. En die hebben in hun talent iets gevonden wat ze aan anderen kunnen doorgeven. Bijvoorbeeld, iemand heeft hier een prachtige dans uitgevoerd, liet een soort levensdans zien. Een ander kwam met schilderijen en zei van, ik heb mijn levensverhaal op schilderijen gezet. Weer een ander had een prachtig lied waarin ook iets van hoop zat. Vaak ook gekoppeld aan de God die boven woont. Dat is bij het leger zelfs belangrijk. Er is altijd iemand die voor je zorgt. Laat iedereen je in de steek. Hij is er altijd voor jou. Nou, er is ook iemand die dat zong. En zo zijn er verschillende talenten. Hè? Een spoken word. Iemand die een prachtig verhaal heeft gemaakt. Op een mooie toon dat voorlas. Dus wat we graag willen is dat deelnemers met een talent het laten zien aan deelnemers in de zaal. Op het podium staan deelnemers, onze mensen waar wij zorg en voor hun welzijn zorgen. En in de zaal zitten ook deelnemers die trots zijn op hun mensen die, waarbij ze wonen. Of mensen waar ze samen een dagbesteding doen. Maar er zit ook familie, mensen uit Almelo die ons gezien hebben. Want wij hebben op de markt gestaan met foldertjes. En die hebben allemaal gezien welke prachtige mensen wij hebben op het podium. Dus van deelnemers, voor familie en voor iedereen die erbij wil zijn. Heel veel warmte. Zeker, ja. En dat doen we elk jaar. Niet altijd in Almelo, ook als in andere plaatsen. Maar elk jaar hebben we als regio Oost, dat is eigenlijk Gelderland en Overijssel samen, doen wij zo'n optreden voor onze deelnemers. Het loslaten en zo. Dingen tegen jezelf zeggen eigenlijk. Zoals ik net al zei, woorden. Vergeving is echt genezing. Als je jezelf kan vergeven, wat heel moeilijk voor mij is, wat ik nog niet helemaal heb gedaan, maar steeds beter kan. Wat me maar gedaan en voor ik is er stil blijven staan. En de dichter maar altijd door. Tikketak, altijd maar. Ja, plantenbak, die zet ik in elkaar, zoals daar te zien is. En alle soorten en maten. En met Joop, die zit ook ergens de foto. Dit feest, dit festival, heeft ook nog een vervolg, hè? Klopt, ja. Want vanavond waren er twee mensen aanwezig, een soort jury. Achter in de zaal, niemand heeft ze gezien. En die hebben gekeken naar al die optredens van welk optreden zou nu kunnen schitteren op een landelijk festival. Nou, ik heb nog niet gehoord welke het is, natuurlijk heel spannend. Maar één van de optredens mag mee met mij naar het landelijke festival toe. En dan gaan we van elke regio één act zien. Wat doet het Leger des Heils zoal? Ja, onze slogan is, wij zorgen voor mensen die geen helper hebben. Dus iedereen die het moeilijk heeft gehad, waarvan iedereen zegt van, nou, dan moeten we even afstand houden, geeft te veel overlast of is lastig, daarvan zeggen wij, nee, kom maar bij ons. Wat we het liefst doen, is deze mensen in hun eigen woning laten wonen en daar hen helpen om weer zelfstandig te kunnen wonen. Maar we hebben ook wel eigenlijk meerdere woningen bij elkaar. Dat is meestal zo'n 20. En dan is er ook 24 uur, 7 dagen lang iemand die ter plekke voor hen kan zorgen. Omdat ze zorg nodig hebben, welzijn nodig hebben. Dus dat doen wij ook. En wat we ook doen is, we zoeken mensen op die geen huis hebben. De daklozen in de verschillende steden, ook in Almelo. En die geven we dan soep, een hartig woord, een arm om hen heen. Dat doen we ook. En de laatste categorie is wat we doen, is wij geven mensen ook dagbesteding. We noemen dat 50-50. En 50-50 is ervoor zorgen dat mensen die dagbesteding nodig hebben, die brengen hun inzet in. Andere kant maken ze iets wat ze teruggeven aan de maatschappij. Ook een heel mooi beeld, hè, van dat je twee dingen bij elkaar haalt. Nou, vanavond waren er ook een paar prachtige dingen te zien. Gemaakt door 50-50, van hout of een schilderij. Die worden dan verkocht en dat geld gebruiken we weer voor onze deelnemers. Dit festival is een hoogtepunt, hè, voor het Leger des Heils. Zeker, een hoogtepunt. Ja, zeker. Ja, wij genieten hiervan. We leven er naartoe eerst, dat is al fijn. Vervolgens zitten we hier met z'n allen en dan genieten we de hele avond. Dus, en dan bereiden we ons voor op volgend jaar.
of all the things, what you're doing in my head, I paint a picture. Het gedicht heet Scheitonia. Wij zijn hier in Scheitonia. Wij scheiden stroom als hopjes na. Dat doen wij samen niet apart en laten winden. Knetterhard! Verplichting is staan, maar doordat ik wel eens dacht van heel impulsief, ik ga linksaf. Dan zet ik de 6-7 stappen en ik ging keihard op mijn gezicht. Andere kant viel dan best wel mee, maar ook wel met problemen. Nu, op de dag van vandaag, alles wat ik geleerd heb, is eigenlijk gewoon op een splitsing als ik daar sta. Dus onderbuikgevoel,